Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Kulturu TV. En we staan bij het DNA-gebouw met de heer Rui Wang, DNA-lid. En met hem gaan we het hebben over onder andere Chinees Nieuwjaar. We hebben op 1 februari gevierd Chinees Nieuwjaar. De heer Rui Wang, alsnog een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Het jaar van de tijger, hoe moeten we dat zien? Dank u wel. Ook aan u en de kijkers een gelukkig nieuwjaar, alsnog een gelukkig nieuwjaar. Ja, dit jaar is het jaar van de tijger. En de eigenschappen van de tijger zijn energie, kracht, power, moed. En dat zijn de eigenschappen. En als ik ga toepassen in de huidige situatie, past dat helemaal bij Suriname. Want we hebben zeker kracht en moed nodig om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. En vooral in deze tijd. We hebben behalve de economische crisis hebben we ook nog de COVID-pandemie. Maar gelukkig hebben we eind van het jaar, 2021, de goedkeuring van IMF gehad. Maar daarna moeten we dan dagelijks, wekelijks, maandelijks, kwartaal en jaarlijks rapport opmaken. En daarvoor hebben we zeker de kracht en de moed nodig. Niet alleen van één persoon, maar van de gehele samenleving. We weten van de Chinese ondernemers bijvoorbeeld dat zij heel veel moed hebben om te investeren. Zij nemen heel veel durf. Zij hebben durf om te investeren in een economie om te ondernemen. Wat zijn de uitdagingen die de ondernemers in de Chinese, binnen de Chinese gemeenschap onder andere ervaren? De ondernemers, wat de ondernemers zich zorg maken, gaat eigenlijk voornamelijk twee punten. De eerste is de economische situatie en de tweede is veiligheid. Als we beginnen bij de economische situatie, dat heeft een directe invloed op de inkomen van de ondernemers. Maar behalve dat, ook de controleurs spelen een heel belangrijke rol. Want ik heb ook klacht gehoord van de ondernemers van ja, er worden spullen gebracht. Dozen spullen gebracht. En terwijl ze bezig zijn de spullen op de rekken te zetten, komen de controleurs. Maar dan hebben die spullen nog geen prijs erop. Ja, ze hebben dan overtreding gepleegd. Maar dan worden ze dan gelijk beboet. Dus dat zijn de informatie die ik heb ontvangen vanuit de ondernemerwereld. Maar we zijn nog bezig te onderzoeken of het wel waar is of niet. En in hoeverre wij als DNA-leden met de bestuursorganen kunnen gaan praten. Over de veiligheid, dat is eigenlijk niet een vraagstuk alleen voor de ondernemers, maar voor alle Surinamers, voor alle bevolkingsgroepen van alle lagen, voor ieder is dat een heel belangrijk vraagstuk. Maar vooral ook voor de ondernemers, want ze lopen dagelijks met een x-aantal of x-hoeveelheid gelden in hun zak. En afgelopen periode hebben we dan ook gezien dat er aantal berovingen zijn gebeurd. Maar ik moet wel de korps complimenteren dat toch wel een aantal van de jongens zijn opgepakt. En ik hoop dat een beetje schrik werkend effectief op de anderen die het willen proberen. Maar wat veilig Suriname betreft moeten we zeker nog gaan praten met de minister om te gaan kijken van hoe we het effectiever kunnen gaan uitvoeren. Want veiligheid is echt een heel belangrijk vraagstuk. We zitten aan de vooravond van de olie en oil en gas. We verwachten de multinationals, grote ondernemers. En voor die groep is de veiligheid de prioriteit. En daarvoor moeten we zeker de veiligheid goed in orde en gepland aanpakken. We weten dat de Chinese gemeenschap, de ondernemers vooral, ze zijn gekomen. Ze hebben heel veel winkels opgezet, supermarkten. Op plekken waar er eigenlijk voor de gemeenschap, voor de consument, geen toegang was. Want in bepaalde buurten had je geen supermarkten. Maar de Chinese ondernemers zijn gekomen en ze hebben het gedurfd en supermarkten geplaatst. Daarnaast heeft u ook het punt aangehaald van de prijscontroleurs die komen, die komen controleren. We hebben de gemeenschap die het vaker heeft over de prijzen van goederen in winkels. Dat er soms aan prijsopdrijven wordt gedaan. Aan de andere kant is er ook een
aspect bij de, Chinese winkeliers dat het gaat dat ze worden afgeperst door prijscontroleurs. Hoe kunt u als parlement, of hoe kan het parlement aan een gedegen oplossing komen om, weet je, dat aspect op te lossen uiteindelijk? Het is niet een vraagstuk van nu. Het is een historisch vraagstuk. Het is een vraagstuk van jaren die Suriname het meemaakt. Om te beginnen bij de prijzen. Dat is wel een nieuw vraagstuk. Voor de verkiezing had ik toen een artikel geschreven. Want ik weet niet of u nog kunt, of de kijkers nog kunt heugen. Voor de verkiezing was er een periode dat om de 2 of 3 dagen een andere prijs hadden in de winkels. En dan heb ik het over een hogere prijs. En toen had ik een artikel geschreven. Want toen werden de winkeliers uitgescholden, bekritiseerd van ze doen aan prijsopdrijving. Ik ben met de winkeliers gaan praten. Maar van de winkeliers heb ik weer een ander verhaal gehoord. Ze hebben een wettelijke marge, winstmarge van 20% op algemene goederen. Maar op bepaalde goederen, zoals melk, brood, de basisgoederen, hebben ze minder dan dat. Als ik het goed heb, is het 5 of 10%. Ik was naar een aantal winkels gestapt en de winkeliers hebben me gezegd van, kijk meneer Wang, daar komt een groter winkel. Als ik mijn winstpercentage op 20% zet, komt niemand kopen. Om te concurreren, zet ik een mindere winstmarge. Want daar hebben ze airco, is grotere winkel, meer producten. Waarom dus ze bij mij komen? En zo heeft een aantal van de winkeliers met me gesproken. En de conclusie die ik kon trekken toen, was de importeurs speelden een grote rol. Maar na de verkiezing heb ik ook met de importeurs gesproken. En heb ik ook een andere zijde van het verhaal gehoord. Maar om het verhaal kort te maken, de importeur zegt van, het ging om de koersschommeling en de oneerlijke concurrentie voor de verkiezing van meneer Chotelal. Waardoor er dan een geen balans was op de markt. En na de verkiezing, ik heb gesproken, ik heb naar verschillende actoren geluisterd. En toen begon plotseling weer het probleem, het vraagstuk van prijsopdrijving. En dan was ik weer met die mensen gaan praten. Maar dit keer, zowel de winkelier als de importeur hebben me gezegd van, het komt eigenlijk voornamelijk door de schaarste van containers. Overal in de wereld, niet alleen Suriname, maar overal in de wereld, hebben de importeurs een contract met de shipping company, vrachtmaatschappijen, van ik neem per maand 50 containers, reserveer dat voor me. Dat is Suriname, dat is de capaciteit van Suriname, ik geef een voorbeeld. Maar in Europa en Amerika nemen ze misschien 5000 containers per maand. Vanwege COVID was alles stopgezet. En hoe het daarna, na een jaar, dus daar heb ik het over een half jaar terug, toen het alle andere landen weer in de fase van normalisatie gaan, was het dan een heel grote schaarste aan containers. Waardoor een container van $2000 van China naar Suriname gestegen is naar $20,000. Ik heb zelf met een importeur gesproken. Een importeur zegt van, kijk, ik importeer chips naar Suriname. En ik moet $20,000 betalen voor de vracht alleen. Al verkoop ik al die chips. Ik verdien dat geld niet. Ik ga dat ding niet nemen. Er is dus een situatie gecreëerd door de COVID-pandemie. Dat de container, die container, lege container, duurder is geworden dan de inhoud binnen. En dan heb ik het alleen over de vracht van de container duurder is geworden dan de inhoud binnen. Maar we zijn nu intussen een half jaar verder. En ik heb begrepen dat na de tweede week februari, dus ik heb het, laat zeggen, na Valentine,
dat de vraag naar de containers iets minder wordt. Heb ik het internationaal wijs. Dus ik hoop van harte dat dan we kunnen verwachten voor mindere vrachtkosten voor Suriname. En ik keek er naar uit. En op uw tweede vraag, dat van de controleurs en dat de Chinese winkeliers naar verre buurten of waar er geen winkels waren. Kijk, het is een balans. Het is een vraag en aanbod. De winkeliers hebben het makkelijk gemaakt voor de buurtbewoners, maar ze hebben ook hun brood verdiend. Het is een balans die wordt gecreëerd. En uiteindelijk is het win-win situatie. En dat stel ik zeer op prijs, want uiteindelijk heb je de Surinaamse volk een stukje geholpen voor het gemak en je hebt wat kunnen verdienen. En soms merken we ook nog een beetje een stukje oneerlijke concurrentie wanneer bijvoorbeeld bepaalde partijwinkels worden geopend. We hebben nog de PL goederenwinkel waar mensen voor heel goedkoop spullen kunnen halen. Je haalde ook aandacht van Chotelal. Maar we hebben ook andere zaken die een beetje oneerlijk concurreren met Chinese winkeliers. Hoe doen de Chinese winkeliers daarmee? Ja, bepaalde partijen hebben de Volkswinkel. Dat is voorgefinancierd. Maar hoe de Volkswinkel draait, heb ik geen begrip. Ik ben ook nooit gaan vragen. Maar ik weet wel dat het deels het wordt sowieso voorgefinancierd. En ze hebben ook een samenwerking met de banken. Ja. En ik kan me best... Ik ben niet tegen zo'n beleid. Want... kijk. Ik geef u een voorbeeld. Ik was 2 weken terug was ik naar Choice. En ik heb 100 brokken gekocht. Ik ben niet iemand die vaker naar supermarkt gaan, dus ik ken de prijzen niet. En toen ik van Choice naar huis ben gekomen, hetzelfde pak van die 100 brokken heeft mijn vader ergens anders gekocht, veel goedkoper. Dus het is een keuze die je maakt. Maar ik kan me voorstellen dat achter een partij je mensen hebt en je wil je mensen helpen. Mensen die in nood zijn. En dat is misschien een model om de druk van de mensen een beetje te verminderen. Want we weten allemaal, we zitten in een economische crisis. We zitten nog steeds in de diepe dal. We gaan wel opklimmen, maar de regering probeert eigenlijk de druk op de schouders van het volk een beetje te verminderen. En als een partij dat doet, dan helpt die de regering ook deels. En de president heeft dat ook keer op keer gezegd. Hij weet dat het zwaar is. Hij weet het. Maar hij heeft echt geen andere keus. Men zegt van, hij was tegen pakkettensysteem, maar hij verdeelt nog steeds pakketten. Ja, het is een overgangsfase. Hij kan niks anders doen dan de pakketten verdelen. Maar hij komt ook met duurzame ontwikkelingen. Duurzame projecten. En daarmee is hij dagelijks bezig. De president heeft gezegd van, kijk, als hij is gezet voor hier in Suriname om iedereen gewoon blij te maken, dan kan hij liever een Asian man worden. Dan is iedereen blij. En dan gaat hij na 5 jaar zonder twijfel weer de president worden. Maar wie gaat uiteindelijk de schulden betalen die de vorige regering heeft genomen? Misschien zijn wij bespaard geworden van onze lot. Maar wat op bijvoorbeeld onze kinderen, onze kindskinderen. Uiteindelijk moet iemand dat betalen. Ja, prestak van, no, hoe te kind op, onder schouder. Wij gaan het betalen, deze generatie gaat betalen. En er is ook al een berekening gemaakt dat tot 2035... dan alle schulden van Suriname, met Gods wil, zijn daar afgelost. En hoe vindt u de integratie van de Chinese, van de Chinese gemeenschap met de rest van Suriname? Komt dat op gang? Want we merken dat het niet alleen bij supermarkten en kledingzaken zijn gebleven. Ze zitten nu ook in de mijnbouwsector en de bosbouwsector.
Hoe vindt u dat allemaal loopt voor ze? De Chinese gemeenschap is een beetje vergeleken met de andere bevolkingsgroepen. Is een groep die zich een beetje besloten houdt. Maar dat heeft geen stagnatie of geen ernstige stagnatie gezorgd voor de integratie van de Chinese groep in Suriname. Zo zien we dat de Chinese groep bijna in alle sectoren, in alle lagen, zien we de schaduw van de Chinese groep. Daar heb ik het niet aan over wat u zei, de supermarkten, restaurants, bouwmaterialenzaken, kledingzaken. Maar ook in onderwijs, in korps. Ik heb laatst gehoord, in defensie is er ook in, binnen het militair. Ook doktoren, advocaten, notaris. Ook binnen de politiek hebben we de Chinese figuren. En behalve dat, ik ken een heleboel van mijn vrienden, Chinese dames, die zijn getrouwd met Surinaamse heren. En omgekeerd, Chinese heren, die zijn getrouwd met Surinaamse dames. Dus, als u naar mijn mening vraagt, zou ik zeggen van ja, er is integratie. En het is naar voldoening. Er zijn niet zo als, ja, van de Chinese gemeenschap weten van dat zich niet voor problemen zorgen qua criminaliteit en dat soort van type dingen. Het is anders. Hoe komt het dat bij hun zo lukt om niet te vervallen in criminaliteit? Het zit misschien een stukje in hun aard. Want als we gaan kijken naar de geschiedenis van China, zien we dat China is gegroeid door eigenlijk door zelf te ondernemen met de wetgeving en om ondernemers te trekken naar China. Maar ze hebben niet zodanig veroverd. Daar heb ik het over de geschiedenis. Ik heb het niet over voor Christus, maar na Christus. Dat ze geen andere landen hebben veroverd om zich groot te maken. Maar zij, als we kijken naar de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog, zijn zij juist de slachtoffer van geweest van de verovering van andere landen. En dat is een stukje aard van de Chinese groep. En er is een heleboel literatuur die zeggen van je moet rust blijven, je moet niet boos worden. Dus in die richting ook. En de strafwet van China is heel streng. Als je wordt opgepakt, is het, en in China kende men ook nog toen de doodstraf. En ik denk dat schrikbarend werkt. Dat houden mensen dus op lijn, op de goede weg om niet in de criminaliteit te vervallen. Ja, je moet zeker dan 3 keer denken voordat je iets gaat doen. En misschien, je had zo'n moed om dat in te gaan doen. Heb je de 30 keer gezegd van, kolibasaren. Een jaar van de tijger. Het zijn 3 eigenschappen die Suriname eigenlijk nodig heeft. Durf, energie, om zaken gedaan te krijgen. De president is vandaag jarig. Welke boodschap heeft hij voor hem? Felicitatieboodschap onder andere. Ja, ik wil allereerst in verband met de jaardag van de president wil ik alle kijkers feliciteren. Alle Surinamers wil ik feliciteren met de jaardag van uw president. En de boodschap aan de president toe is, we weten allemaal, collega's onderling weten allemaal dat president hard werkt. We ontvangen soms nog appjes, 2 uur in de ochtend appjes van de president. We weten dat hij hard werkt. En zonder twijfel, we hebben ook gezien, hij zit iets langer dan anderhalf. Het soort februari zou hij dan 1 jaar en 7 maanden daar zitten als president. En we hebben gezien dat ook de president is gegroeid. Ook de president is gegroeid. En ik wil de president bij deze feliciteren. Hartelijk feliciteren. En ik wil de Almachtige ook vragen om de president te blijven ondersteunen en bij te staan. Er is een Chinese spreekwoord en die zegt van, ouder worden is iets normaals, is een must, is iets dat
automatisch gaat. Maar groeien in de fase, dat krijg je niet zeker. Dus de definitie hiervan is, elk jaar ouder worden. Al doe je niks, al slaap je daar, je wordt elk jaar ouder. Maar ben je in die periode wel gegroeid? Dat is een andere vraag. Dat is een andere vraagstuk. En we hebben wel gezien dat de president zeker is gegroeid. En ook de andere leiders, ook onze mijn collega's, zie je de groei van de mensen. En ja, bij deze feliciteer ik alle Surinamers en de president en de First Lady voor de jaardag van de president. Dankjewel. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari teana, wogoluku na kulturu teifei. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang, yeah. Wait for it new. Go look up the new culture yunsu paste fastratis respuntu unde baniu sadef arkina new culture yunsu paste fastratis respuntu Suriname so un hele clan mako depti ele kwan wesi alas my sari. Alas my body, my efu bondru guawa. Tak wesre kama masrana. Beno wa soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriyoul ya fans of shini. Esha idole in distance of enemies. Dambo taki on the right place. Different colors, one stage. Go go go, be alo be grow. So man and sa biggie biggie, no. We go axa for luck if the low bubble late. We go arka problema for the smile in the wake. And we be sweety. So long house and pay you the we swing committee. Yeah. Druk up a link make us telling a praise. Sterker can well want united say way. We kun a gemeenschap. We do a roko, maar den a a gereedschap. And we give almighty thanks and praise tak. Tak in de wiki na we da eerste leesblad. We zijn beleefschat. Statistiekes review verweeg dat. Ja, had je iets teken en je keel gat. Biet qua door om iets gat wat je weet dat. Alas my
Saibari. Kulturu.com na nyusu wechari. No fake, no joke, ya nyusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kauda ushwari. Ya anyusu nesari, why begin te wanklari. Subscribe and share, make the fans fi arki. Ya weli bu no prati, u api nei parki. Wede tapas trati, kakwanga ikragi. Ude borei dweng. Aksa falak fai gwanga de stijging. Efu vergelijk ding. Uwa babo wijs dweng. Da uka for wijs ding. Bona beleis ding. A probleem fa falak na de stijging. Dat bek weta mita falak fu de ta eis ding. Wat upo weri koma fu de kotis kei ding. E ugu nap den feng. Denk voor iets nieuws. Stoluk op je nieuws. Kulturu nyunsu, paste fastratis refbuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Kulturu nyunsu, paste fastratis refbuntu.